De drie wijzen zijn dit met Jacques Vermeire, Chris van den Durpel en Walter Groothuis. De gastheer heet nog altijd Koert van Egem. Goedenavond, dames en heren, hier in het ontmoetingscentrum De Buiding in Paal. En u, mensen thuis, zeer hartelijk welkom bij De Drie Wijzen. Daar zitten ze op een rijtje. En we gaan uiteraard spelen met kandidaten. De eerste die ik u mag aankondigen onder een geweldig applaus is Marleen de Buizer. Marleen de Buizer, bediende bij het ministerie van Financiën, belastingen. Capelle op de Bos, daar kom je vandaan. Je bent getrouwd, je houdt van kruiswoordraadsels, haken, turnen, zwemmen, fietsen en calanetics. Als ik dat zo allemaal na elkaar zeg, dan is dat heel wat. Maar ja, bij het ministerie van Financiën hebben ze veel tijd, hè? Ja, tamelijk wel, ja. Vrije tijd bedoel ik? Vrije tijd, ook al, ja. Nee, calanetics, wat is dat? Calanetics, dat zijn oefeningen die zich inwerken op de diepliggende spieren van het lichaam. Oké, ja, leer het mij straks eens. We spelen tegen Peter de Waal. Dag Peter, Peter de Waal, een rijkswachter. Ja, een rijkswachter uit Dendermonde heeft twee kinderen en houdt van fotografie en wijn. Wijn, vooraleer dat hij gaat rijden met de auto en dan neemt hij daar foto's van als er gebotst is. Inderdaad, dat klopt. Dat moet ook, hè. Rijkswachter moeten de zaken vaststellen. Ja, wij moeten dat eens testen, hoe dat is. Ja, vandaar drinken en daarna foto's nemen. Inderdaad. Goed, we gaan tegen elkaar spelen. De Rijkswacht tegen de Belastingen, sympathiek spelletje, de drie wijzen. Ja. En we hebben uiteraard onze journalist Schampers. Heb ik een ontmoeting met Firmin Poelman. Firmin is een man die een vedette bewondert op een zodanige manier dat de werkelijkheid en de fantasie met elkaar soms wel eens verstrengeld raken. In deze misschien wel schokkende reportage laten we zien hoe Firmin zijn obsessies de vrije loop laat. Aan u te oordelen of dit alles de grens van het toelaatbare niet overschrijdt. Firmin, hoe lang bewonder jij die vedette al? 1986. En de pers in feite. Ja, en welke vormen neemt dat aan? Dat neemt die vormen aan vanaf 1988 dat ik haar minstens eenmaal per week zie. Mm-hmm. Dat we zeer goede vrienden geworden zijn. Je verzamelt foto's ook en krantenknipsels. Ik verzamel foto's, ik neem veel foto's van haar. Ja. En de eerste ontmoeting was met Sibel Rico. Je komt ook bij haar aan huis af en toe? Ik kom regelmatig bij haar aan huis. Ja. Jij doet alles voor haar, zij doet alles voor jou. We doen alles voor elkaar, zijn zeer goede vrienden geworden. Ja. En zij is een heel speciale vrouw voor jou. Ik vind dat een vrouw die, zo heb ik er nog nooit in ontmoet, zo zal ik nooit een tweede ontmoeten. Oké, voor mij bijzonder boeiend. Obsessies, fantasieën. Het is heel belangrijk te weten hoe je er precies moet mee omgaan om hier bovenaan alles normaal te laten verlopen. Dit was Schampers voor TV1, De Drie Wijzen. Ja, Schampers met een van de laatste taboes eigenlijk, de obsessie. Obsessie voor een vrouw in dit geval, moet kunnen in dit programma. Jacques, over wie gaat het? Onbegrijpelijk. Hij spreekt ook over Gilbert Bécaud. Hij heeft het hier over een sekssymbool. Mm-hmm. Sabine de Vos. Ja, dat wordt alleen maar erger. Het blijkt dus nog een sekssymbool te zijn ook, Schampers. Chris van den Durpel. Ik zou willen beginnen eerst en vooral met de man die dat allemaal imiteert, maar die dat meneer Jambers imiteert, om die te feliciteren, want het is werkelijk zeer goed gedaan. Nu, ik kan mij voorstellen dat meneer Jammers er zeer tevreden moet mee zijn als je geïmiteerd wordt. Dat is de vorm van... Enfin, dat is schitterend. Dan zijt je iemand. Ik droom er al jaren van om geïmiteerd te worden, dus misschien een kleine hint. Als het even kan. Over wie gaat het hier? Het gaat over Wendy van Wanten. En Wendy van Wanten is een zeer interessante persoonlijkheid, omdat zij het summum is van didactisch materiaal. Ze is al een paar keer met mij meegeweest op lezingen en voordrachten. Waarom? Wel, omdat zij beschikt over de meest ongelooflijke secundaire geslachtskenmerken. Dat zijn dingetjes waar die je niet echt nodig hebt, maar die wel plezant zijn om aan te foevelen. Begrijp je?
Bijvoorbeeld ook bij de secundaire geslachtskenmerken bij de man. Bijvoorbeeld, kijk, het kalend hoofd van Walt. Enfin, hoofd is veel gezegd. Maar kalend, dat is een secundaire geslachtskenmerk. Wel, Wendy heeft er ook zo, maar dan op andere plekken natuurlijk. Walter, over wie gaat het hier? Is die ook kalend worden? Maar op andere plekken. Dankzij haar lady-chef. Ter zake. Volgens mij gaat het hier over Isabella A. Oh ja. Na elkaar. Het is een sekssymbool, zegt Sjaak, namelijk Sabine de Vos. Wendy van Wanten, zegt de dokter. En Walter die houdt het op Isabelle A. Ja. En wat doen we daarmee? De keuze is verschroeiend. Rijkswacht, belastingen. En het wordt Wendy van Wanten, Peter. Ik herinner mij dat ik die type al eens gezien heb op televisie. Op zijn zolderkamer met foto's en films Wendy. Van Wendy. Ja. Een namaak Wendy op zijn zolderkamer. Ja, wat denk jij, Marleen? Je hebt op de televisie al eens Sabine de Vos gezien met die man? Ja, maar ik denk wel dat het een gokje is. Dat is achter de televisie. Dat is een gokje. In elk geval, we vragen het aan Schampers. Vier mij als sterke, trouwe en bijzonder gemotiveerde fan heb je toch altijd wel een foto op zak van je verdette. Kun je eens even iets laten zien over wie ging het daarnet? Wendy van Wanten. Peter scoort 1000 frank. En we hebben die man een beetje moeten. Ja, we hebben die man een klein beetje moeten zichzelf laten inhouden, want anders had hij wel 30 foto's tevoorschijn gehaald. Wat is een knoedelmajoor? Nu, wij de Duitsers die eten kartoffelkleuzen. Dus die ballen van deeg. Hè? En knoedel. Ja, maar dan ook kleus. Kartoffelkneudel. Knoedel. Kartoffelkneudel. Volgens mij heb je gebit ondersteboven. Ja. Kartoffelkleuzen. Kleuzen. Nee, dus kneudel. Ja. En dus men noemde de Duitse officieren in de oorlog de knoedelmajoors, omdat dat zijn knoedels, en de anderen waren gewoon de moffen. Het is dus gewoon een Duits officier tijdens de tweede... Ja. W.O.I. Ja. Dokter, vertel het ons. Voor een eerlijk het antwoord geven op de vraag, je toch even iets kwijt willen. Men heeft mij namelijk vanuit de BRT zwaar onder druk moeten zetten om in dit panel nog te willen zitten. Het was namelijk zo dat de laatste keer toen ik hier was, er zijn enorm veel brieven gekomen. En ik ben eigenlijk nog altijd een klein beetje boos. En waarom meneer Vermeijeren dat hij indertijd zo met mijn boeken gegooid heeft. Ja, wat ze zei, daar zijn reacties op gekomen, meneer Vermeijeren, stapels brieven. Ik vond dat niet om te lachen. Nee, maar kijk, stel u nu voor. Enfin, ik neem uw quiz. Bijvoorbeeld. Dat, mijn boek was in 2 stukken. Kunt je daar nu mee lachen? Er waren boeken bij, die waren zelfs in 4 stukken. Ik vind dat niet om te lachen. Begrijp je? Dat moest mij even van het hart. Goed, nu het antwoord. Een knoedelmajoor. Majoor komt van... Ja. Puzzelplezier noemen ze dat. Dat moet de camera weg, jongen. Lacht me een wagen, misère. Major komt van major, groot, nietwaar. Een knoedelmajoor is eigenlijk in de juiste zin voor een zevenoog. Een knoedel, een boebel als het ware, is een zweer met 7 kleine gele kopjes op. Als je daar nu op nijpt, waar, dan komt daar van alles en nog wat uit. Langs 7 kanten tegelijk. Werkelijk waar, zeer interessant en soms dodelijk. Dus een zevenoog. Ja, zevenoog. Walter, wat is een knoedelmajoor? Een knoedelmajoor heb je nodig als je stampot wil bereiden. Abon. Dan neem je 2 kilogram aardappelen, je neemt een half liter melk, je neemt 100 gram boter. Je schilt die aardappel, snijdt die in 4, je moet die wassen natuurlijk ook. Je zet die een beetje half onder water. Als die gekookt zijn, hou je dat vocht bij, je doet daar wat melk bij. Dan laat je nog eens een keer doorkoken, je doet daar wat spinazie achteraf bij. En als je dan stampot wil maken, als je die aardappelen wil fijn stampen, dan gebruik je een knoedelmajoor. Daar waar je de aardappel mee fijn stampt, dat noemt men een knoedelmajoor. Ik ga er meestal Walter, die alles over koken weet, zijn vrouw maakt het water warm en hij kookt. Een Duits officier is een knoedelmajoor volgens Jacques Vermeijeren. Het is een zevenoog, zegt dokter. En het is een stamper, zegt Walter. En Peter en Marleen, die mogen nu een gokje wagen, veronderstel ik. Want ik denk dat u dat niet zomaar weet, wat een knoedelmajoor is. Of moet zijn dat in het... in die opleiding zat. Tussen een andere majoor in. Nee, een knoedelmajoor is een stamper, denk je. De stamper. Ik weet van niks. Je weet van niks? Dat is de eerste keer dat ik de Rijkswacht hoor zeggen. Normaal zeg ik dat. Alleen,
Een 7 op. Ja, ik zeg ook altijd, je reed te snel, ik weet van niks. Het is omgekeerd. Goed, heel leuk. Maar wat is een knoedelmajoor? Het is een... Stamper. Ja! Hij weet van niks. Hij weet van niks. Puur geluk, hè? Ja. Goed. Op de werf, daar vind je allerhande mensen. En daar gaan we nu naar kijken. Een centrale. En wie kan ik zeggen dat er is? En wie had u graag gesproken? Een ogenblikje. De Naspelknecht, waar is die? Nee, jongen, die naast nog niet. De Naspelknecht is er niet. Nee. Een centrale. De Naspelknecht en is er niet. En nee, en dag meneer. Een centrale, en die kan ik zeggen dat er is. Wat is een haspelknecht? Dat is de vraag, Jacques. Dat is een knecht. En rijke mensen die hebben knechten. Walter heeft 2 knechten. Een klein knechtje, een keukenknechtje, maar ook een bouwerknecht. Hij noemt toevallig Miele. Hij noemt... Het is Mieleke. En, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar dus, de knecht waar wij het over hebben, de haspelknecht, was vroeger een knecht die dus in de waterput alles naar boven haalde. Met een koord. Afhaspelen. Opwinden. Afwinden. Potverdorie, zeg. Hey, hallo, intelligent. Ja, hij wint zich op. Ja, lachen mag er maar. Nee, maar... Serieuze klap verwachten de mensen ook van mij. Hè? Dat is waar. Dank u. Dokter... Een haspelknecht werd gebruikt door studenten die vaak spijbelen, brossen, dat ze zeggen. Ik heb het nooit gedaan, uiteraard niet. Ik was altijd zeer trouw aanwezig in de cursus. Nu, wat is nu een haspelknecht? Wel, dat is meer bepaald het studentikoze, of de studentikoze uitdrukking voor een spiekbriefje. Als je het niet wist, dan schreef je dat in een soort geheim schrift, maar in heel klein. Schreef je dat op een briefje. Dat is een haspelknecht. Die, want haspelen is dus spijbelen. Ah, spijbelen. Walter, wat is een haspelknecht? Het heeft te maken met ridders. We kennen allemaal de Goedendag. Dat is zo die stok met de Goedenavond. De verhalen van de Rode Ridder die Walter nog altijd leest, hè, Walter? Ja. Mogelijk zijn. En er hangt dan zo'n klots aan met van die pinnen op. Ja, nou, niet elke ridder kon daar goed mee overweg. Nee. Nee. De ridder die dat wel goed Leopold kon... Leopold Vermeijden wel, hoor. Ja. De ridder die dat wel goed kon, dat noemde men een haspelknecht. Want knecht dat komt nog eigenlijk uit het Engels, dat is behouden in het Engels een knight. Knight, ridder, ja. Is een knight. Ja. Knight. Dat is een knecht. De Nightingales. Ja. Was de ridder die perfect overweg kon met de Goedendag. Ook knight. Dingen van dat ook zeer goed. Bruce Lee. Jacques, we hebben stokken. Dat een haspelknecht een werkman is om tonnen uit de put te halen. Studentikoos voor spiekbriefje, zegt de dokter. En een ridder met de Goedendag, volgens Walter, Peter en Marleen. Dit wordt weer wat ingewikkelder. Peter weet het niet, maar drukt op het juiste knopje. Studentikoos voor spiekbriefje? Ja. Heb je ooit gespiekt? Veel. Veel? Ja. Is dat echt zo moeilijk? Krijg je het maar op. Maar nee. De ridder met de Goedendag, Marleen. Ja? Wel nu, wat is een haspelknecht? We vragen het aan de centrale. Centrale. Ja, we zijn verhuisd, ja. De naspelknecht is bezig met het water uit de put aan het halen, ja. Dag, meneer. Dat betekent dat er geen punten verdiend worden. 3000-0 blijft de stand. Maar lezers, dit is spijtig. Wat gaan we eraan doen? Wat gaan we eraan doen? De eerste keer in de geschiedenis dat de belastingen niks verdient. Dat is nog niet gezegd, want hier komt een echte vraagje voor haar. Wat is een trantelkooi? Jacques. Wij kennen allemaal de hit van Willy Sommers. Ik voel mij als een trantel in een kooi. Wat hij toch zo goed kan zingen. Maar ook Walter heeft een kooi. Namelijk een lichte kooi. Want zijn vogel is nu gaan vliegen. Hij zat in een te lichte kooi. Maar of hij? Dan kan ik het niet hebben. Niveau noemen ze dat. Daar heb ik dagen over nagedacht. Zal ik het lossen of zal ik het niet lossen? Maar gratis mee, jongens. Humor noemen ze dat. Volgens mij zet jij uw tanden regelmatig in een woordenboek. Ja, geregeld, hè? Ja, en de kaft eet je meestal op of zo. Ja. Vermeijden, vertel ons. Wat wil je dat maar zeggen, jongen? Nee. Wat is nu een
trantelkooi. Ja, dat vragen we. Dat is een kooi waar getranteld wordt, gedrenteld. En dat werd gebruikt in de gevangenissen. Peter kent dat. Enfin, hij staat meestal achter de tralies. Maar de gevangenen worden een keer gelucht. Ze mogen een keer over een tweer lopen. Dat is een afgeschermde open ruimte. Zo. Trantelkooi. Een trantelkooi. Het is al gezegd. Dokter, wat is het? Nee, daar heeft het helemaal niets mee te maken. Een trantelkooi, dat vinden we in de wereld van de steenkoolmijnen. Het is namelijk een liftbak. Trantelen betekent eigenlijk treuzelen. Zo'n beetje, ja. Wat gebeurt er nu op een bepaald moment? Er werden mensen die naar beneden werden geladen. 2, 3, 4, 5, soms tot 800 meter en dieper zelfs. Minimum. Die gingen naar... Kom die gingen naar beneden en men boycotte die lift eventjes zo. Om een klein beetje dat langzamer te laten gaan, om een kwartiertje te spijbelen, om een kwartiertje minder te moeten werken. Dus een trantelkooi is een liftbak waarmee dus mensen 2, 3, 4, 5, 6, 800... Met zelfs meer soms. Eigenlijk. Inderdaad. Trantelkooi, ja. Ik heb het misschien al Walter, gezegd. Walter, wat is een trantelkooi? Het heeft te maken met de duivenmelkerij. Wanneer een duif naar een nieuwe til wordt gebracht... Dan laat men dat dier niet direct uitvliegen, want dan gaat hij automatisch terug naar de oude til vliegen. Wat doet men dan? Men heeft dan zo een soort, je zou het bijna een kooi kunnen noemen, in kippengaas. Nee. En die zet men over de uitgang van de kooi, zodat de duif er wel uit kan, maar niet kan wegvliegen. Zodat ze stilletjes aan gewoon raakt aan de omgeving, aan de nieuwe omgeving. Dus je hebt er ook niet veel te doen tegenwoordig. Hij heeft zich geweldig goed voor de laatste tijd. Ja, pas op, hè. En... na een week of drie, dan zijn die beestjes dat gewoon, die omgeving, en dan wordt die drentelkooi, of trantelkooi, die wordt dan weggenomen. Ja. Heeft te maken met een gevangenis, zegt Jaak Vermeijren, en onze vriend dokter Anders, die maakt er een liftbak van, ooit maakt er een dokter Anders van de dokter, wat een schande. En Walter zegt, zijn minst, duiventil, daar heeft het te maken. Peter, Marleen, wat doen we ermee? Hier zitten we met de gevangenis. Ik denk, het zal wel op mijn terrein zijn. Wel, ik kom van tijd in de gevangenis en ik weet dat ze dat een leeuwenkooi noemen. Ah. Maar of dat ja, maar dat is de richting. Warmer. Marleen, een liftbak. Gokje. Ja, puur gokje. Ja, de belastingen kennen dat nu. Nee. we gaan het even vragen aan ons panel. Wat is een trantelkooi? Oh. En je hebt gelijk, Peter. Ja. Ik wil niet zeggen, maar ik vind de belastingen het slecht doen dit jaar. We gaan gewoon naar een crisis. We gaan gewoon naar 8000 miljard staatsschuld als het zo doorgaat, hoor. We moeten er iets aan doen. Luc Steno zingt Ik mis je elke dag. Ik mis je al morgen bij het ontwaken. Je stem als je vraagt, ben je daar? De krant op de tafel, maar eenzaam ontbijten. Briekees. Dat was Luc Steno in een van zijn fraaiste liederen, maar hoe gaat dit vervolgen? Hij gaat dus verder zingen als een slaapwandelaar. Ah. Die hond gebeten dan als een slaapwandelaar. En wat is het volgens dokter Lecoe? Ik ben een zeer grote fan van Luc Steno. Ik heb allemaal zijn dinges. Ik mis je al morgen bij het ontwaken. Je stem als je vraagt, ben je daar? De krant op de tafel. Maar eenzaam ontbijten, ik kom er maar zelden meer klaar. Ik kom er maar zelden mee klaar met het ontbijten. Nee, dat is het niet. Ik besef nu pas het gevaar, denk ik. Ik weet het niet zeker. Walter? Het is heel mooi geschreven, die tekst. De krant op tafel. Is niet van u. Maar eenzaam ontbijten en dan naar de wc om eens goed na te denken over alle feiten. Om eens goed na te denken over alle feiten. Had het kunnen zijn, maar het is eigenlijk gewoon van... de krant op tafel, maar eenzaam ontbijten, dat lijkt me loodzwaar. Als een slaapwandelaar, zegt Jaak. En de dokter die heeft het over, ik besef pas nu het gevaar. En Walter zegt, dat lijkt me loodzwaar. Peter en Marleen. Hand hier. Dat lijkt me loodzwaar, Peter. Ja. Lijkt me ook enorm zwaar. En ik besef pas nu het gevaar, Marleen. Ken je het? Ja, ik ken het. Ik ken het niet. Zing het dan maar mee met Luc Steno. Bij de belasting hebben ze tijd om te luisteren. Ja. Ik mis je al morgen bij het ontwaken. Je stem als je vraagt, ben je daar? De krant op de tafel, maar eenzaam ontbijten. Ik besef nu pas het gevaar. Alsjeblieft, en dan komt er 5000. Ah, voilà. Ja, Peter.
Je voorsprong is geslonken tot 2000 frank, dus het wordt nog spannend. Wat is een knoltuut? Een tuut is geen een tuut-tuut. Een tuut-tuut is een auto en een tuut is een politieagent. Die fluit op zijn die blaast op zijn fluitje. Zoals ik zei. En je hebt ook nog een knol. En een knol is een oud paard. Dus een knoltuut is een tuut, een politieagent op een paard. Dus dat is een bereden, iemand die niet bereden is, maar wel, hij zit op een paard, een bereden politieagent. Dokter, wat maak jij van een knoltuut? Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond er ongelooflijk veel, was er enorm veel schaarste, was van alles tekort en nog wat, ik noem maar wat. Enfin, bon. De meeste voedingswaren stonden op de bon. Ja? Nu, die waren niet te verkrijgen, of het moest gebeuren in het zwart natuurlijk. En dat was niet altijd, enfin, de Duitsers hadden dat niet graag, maar bon, dat was een zaak. Dat was ook voor de autobenzine, vandaar dat er enorm weinig auto's rondreden. Nu waren er een aantal slimmerikken, wat deden die? Die omzeilden die schaarste. Die namen betatten, die lieten als het ware die betatten gisten, daar kwam een vocht uit. Men goot dat in de auto, dat waren auto's op methanol. Dus daarom werden die auto's ook de knoltuten genoemd. Nee, de methanol. De knoltuten, dus een tut is een auto en een knol is een patat. Dus een auto, ah ja, een auto op het vocht van een patat is een knoltut. Methanol. Simpel. Walter, een knoltut. Tuut is eigenlijk tuit, een tuit. En dat is het tuit in een juttenzak waarin men aardappelen, knolselder, dat soort van dingen in bewaarde. Vandaar, knollen werden daarin bewaard. De aardappels schillen ook, knoltuut. Dat is een in een punt uitlopende juttenzak. Ja, want ooit een trainer van KV Mechelen was tuutknol. Ja. Ja. Een bereden politieagent, zegt Jaak. En de dokter had het op een auto op methanol. Ja. En Walter die zegt een aardappelzak. Peter en Marleen. Knol, tuut. Wat doen we ermee? Het is een mooi woord, hè? Besluiteloos zijn ze niet. Een brede politieagent, Peter? Weer op ik stel alles op de concurrentie van ons. De killer? Is dat de concurrentie, de politie? Inderdaad. Ik dacht dat jullie dat allemaal hadden overgenomen ondertussen. En een aardappelzak, Marleen? Ja, ja, een auto op methanol. Gas weet ik, elektriciteit weet ik, maar op methanol... Je kent toch al een paar dingen, hè? Ja, hè? Ja, maar pas op, ze weten toch al twee dingen. Dat is mijn spruitjes. Wat is een knoltuut? Dat is een... Horizontal! Jawel! Dames en heren, de techniek... Spannend. Technisch kunnen we alles verwezenlijken. We hebben de dokter hier in de zaal, maar we hebben ook de dokter op locatie. Het is onvoorstelbaar. Dokter Lecote. Beste kijkers en lieve kijksters, ik ben dokter Lecote, of de flying dokter, op zoek naar daar waar zieke mensen zijn. Internationaal natuurlijk. En ik heb mijn privéjet mee en ik heb een beetje van alles mee, wat belangrijk is voor opeens te gaan. Maar ik heb er allemaal erin steken, boekjesje. Hier, zeer belangrijk, onmisbaar, muggenmelk. Daar zitten muggen met miljoenen, dat krioelt daar van de muggen. En ook niet te vergeten natuurlijk, zeer belangrijk, de olifantenmelk. Als je een olifant tegenkomt, dat u verzekert, is geen lachertje. En dan een bakster, als je gestolen uit het zee vliegt, dan ga ik van achter in de koffer steken. Extra dosis vitamine C, kan ik zeer goed gebruiken. Voilà. Oh ja, dus een haakjes. Ik ben hier nu toch, kan misschien meteen nog gebruik maken om u iets te tonen. Ik heb hier nog een voorwerpje voor de drie wijzen. Ik kan misschien even kijken, dus iets zeer speciaal. Het is zeer zwaar. Ik ga het erin steken ook in het vliegtuig. En als ik terugkom, dan zal ik het u uitleggen. Beste vrienden, tot wederhoren. En zo vertrekt hij als een arts zonder grens. Jaak, wat heeft de man mee? Een snijmachine, een soort stanzen. Dus men had een verleer en dat was om de vorm van de handschoen. Een snijmachine voor de handschoenvorm in het leder, te stanzen. Zoiets. Ja. Goed. Dat ging op een machine, dat is dus de vorm. Ja, maar als technisch is, leg jij dat altijd perfect uit, we weten dat, dokter. Nee, er heeft iets mee te maken, maar we moeten al zeggen dat het een bijzonder aangename reis is geweest. Ik heb me daar werkelijk zeer goed geamuseerd, ik heb mensen geopereerd en dergelijke zo. Enfin, het was werkelijk zeer interessant. Het voorwerp heb ik gekregen van Camille. Camille is een bakker, die woont twee hoeken verder. Het is te zien waar dat komt natuurlijk, maar bon. Dat is een toestelletje dat wordt gebruikt, wel een deeg, maar men zet dat toestel erop, men drukt. En dan rolt men het op en men maakt er sigaretjes mee.
Sigaret, dus je kent de koekjes, de sigarettenkoekjes. Sigarettenrus. Oh. Sigarettenkoekjes. Voilà. Dus een joint, maar dan van de lakkere. Oh, ja. Excuseer. Walter. Dit bakje werd gebruikt door apothekers om te drogen, bladeren te drogen. Bijvoorbeeld de bladeren van een Canadaboom werden daarin gelegd en daarin ontnerfd. En dan gedroogd boven een verwarmingstoestel. En als die bladeren droog waren, werden die versnipperd. En kon men daarmee hoestdrankjes maken, dat soort van dingen. Verrukkelijk. Het is eigenlijk een bladerbakje. Hmm. Wantendroger. Walter, we gaan eerst naar de zaak. Een snijstempel voor handschoenen. Sigarettenkoekjes bakken, zegt de dokter. Dat moet daarmee gebeuren. Inderdaad. En een plantendroger, dat zegt Walter. Het is de beslissende vraag altijd, vraag 7, Peter en Marleen. Al zou de beslissing wel al eens kunnen gevallen zijn. Nee. Maar dat zeggen we niet. Dat zeggen we pas na afloop. Jij zegt nog niks. Peter, wat is het probleem? Ik heb dat hier op dat klein spelletje. Ja, maar we weten, dat doet allemaal niet de zaak. Je denkt dus inderdaad dat het dat eerste is, hè? Met de handschoenen die moeten gesneden worden. En Marleen, jij houdt het op een derde, plantendroger. Ja? Ja. Ik ben heel benieuwd. Dokter Herman, zeg het ons. Beste vrienden. Dan ben ik blij dat ik weer terug in mijn eigen vaderland ben. Dat is toch ongelooflijk? Dat doet goed, dat voelt goed. Zeg, weet je het al? Van dat ding van de vorige keer. Kijk ik hier. Ja, een snijstempel voor handschoenen. Dat is duidelijk. Onze winnaar is bekend. Voilà, Peter, Marleen, helaas. Ja. Jij gaat met 0 frank naar de belastingen terug. Maar goed, u krijgt van ons de 3 wijze ster. We zijn naar de FNAC geweest. Daar hebben we van Benno Barnard het gat in de wereld. Een koningsjaar van Mark de Bie. En het mooie kotsende meisje van Herman Brusselmans. Ik heb ook nog iets. Ik heb namelijk een boekje meegebracht. Het is de autobiografie van Leconte. Ik heb een paar exemplaartjes. Marleen, je mag daarmee gooien, hè? Nee, dat is niet waar. Niet doen. Ik ben er zeer boos. Eentje voor te lezen, eentje voor te gebruiken, eentje om van buiten te leren en twee om cadeau te geven. Kijk, die was zo'n stapel boeken dat ik krijg. Dat jullie komen terug. Absoluut, Marleen. En ondertussen staat de enveloppe klaar voor Peter en gaan wij eens kijken wat er gebeurt. Je hebt 20.000 frank en het worden er 320.000, maar dan moet je dus inderdaad heel goed voor opletten. Jacques, jouw verhaal. Ik moest een eindwerk maken toen ik nog studeerde. Vroeger. Ik heb gestudeerd. Dat is een grappig verhaal. Ja. Ik wist niet dat ik in de kleuterschool al eindwerken moest maken. Dat stempelen ze met verf zo. Ja, ik moest prikken. Dus, want ik heb dus hogere studies gedaan. Hij zat op tweede verdiep. Ja. Ja, hallo. Zeg het maar, Jaak. En ik moest 10 weken stage doen. En dat was onder andere, ik moest 3 weken een kaderfunctie vervullen in een groot bedrijf. Dat was de opdracht die wij kregen. Dat was de afdeling. Gewoon aan die kader blijven hangen. De kaders vasthouden. Ja. En ik had een supermarkt gekozen in de streek in Keerbergen, De Leize. Vaak zeg ik het maar, dat is geen reclame nodig. Dus ik moet er een keer binnenlopen. Enfin, Amai. Ik baas van de GB gaat content zijn. Ik maak maar GB op. En ik moest dus een kaderfunctie doen en ik had dus met de filiaaldirecteur afgesproken dat wij dus af en toe een keer gesprekken gingen hebben en dat ik ook alles fijn zou meemaken wat een kaderlid daar meemaakt. En ik kom daartoe en ik mag al direct in de werkplaats van achter de blikjes. Zo de prijzen opzetten. Ik heb dus daar voor de eerste dag, dat was 3 weken, de prijzen. Ik zeg, ja, dat gaat hier beginnen van bij het begin, dat je alles moet meemaken. Een dag later mocht ik dan de blikjes zo, dan noemen ze het roulement zo, je moet dan een keer ronddraaien. Mocht ik de pakken aansleuren. Ik heb dus daar 2 weken, moest ik daar het fruit aanbrengen, blikjes weerstempelen. Maar ik kon die directeur niet te pakken krijgen om een keer een kadervergadering met zijn afdeling overste te krijgen. Op den duur had miserie, want ik moest er een verslag over maken. Met uw lid? Voor mijn eindwerk. Als kaderlid. Ben ik zelfs zo ver moeten gaan dat ik hem... Ik ben moeten gaan afluisteren. Dus die had een vergadering die liet zijn deur openstaan in zijn hok met al die afdelingsoversten. Op den duur stond ik daar te steken
achter de deur te luisteren wat die man allemaal vertelde. En zo heb ik een verslag gemaakt over een kaderfunctie. En toen is die, was dat onder andere. Die deur is toen opengegaan en dat is verschrikkelijk zwaar aangekomen. Ja. Dat is nooit meer goed gekomen. Peter, wat doen we daarmee met dit verhaal? Waar of niet waar? Normaal krijgen we wel langer tijd om de mensen natuurlijk te verhoren of dat het waar is of niet. Oh, 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 oh. Moet er misschien een lampkrimmer op mijn gezicht? Is een bureaulampje genoeg? Hij geeft toch nooit toe. Oh, ja. Je denkt dat het waar is? De zak en kader. Dokter, vertel het ons. Wat moet ik doen? Een verhaal. Oh ja, dat is waar. Beste vrienden, het is een tijdje geleden. Ik wil er vanaf zijn waar het was, want ik heb zoveel te doen dat ik het al vergeten ben. Maar ik was op een gegeven moment in een museum, en we hebben het een paar weken geleden gezien, waar ik zo een voorwerp had dat ik aan een boom vastkluisterde en waarmee ik zo een twijgje en dat ijzerdraadje om voor dat vogeltje in te laten vliegen. Zo, dat stroperswillig. Dat is het inderdaad, meneer Vermeijer. Hartelijk bedankt. We zullen straks afrekenen. Ja. Nu, die conservator die zegt tegen mij en ook tegen onze medewerkers, dat voorwerp mocht je wel tonen, maar je mocht het niet meenemen naar een andere locatie. Je moet het hier laten, je mag wel even ermee naar buiten gaan, want het is het enige voorwerp dat we hebben van die soort en het is zeer kostbaar. Het is een uniek voorwerp. De dokter de Koont natuurlijk, die man die alles toont. Enfin, toch veel dingen. Ik ga ermee naar een boom, de eerste de beste boom. Ik zeg, dag boom, hey, mag ik u een keer gebruiken? Enfin, hij zei niet van nee, dus ik deed het maar. Ik heb dan een boom gepakt. Ja. Dus ik steek dat spel daarin, daar. Ik trek het er weer uit, maar ja, anders blijft het zitten natuurlijk. Ik laat het een klein beetje zakken, ik duw terug. Wringen deed ik niet. Maar wat gebeurde? Ik trok het er terug uit en het bleef erin zitten. Met andere woorden, het was afgebroken. Dat zeer kostbare voorwerp, er was een tandje uit. Nu, daar valt mee te leven. Ja, dat is geen enkel probleem. Peter, is dat waar of is dat niet waar? En die conservator was niet echt boos, maar hij had het niet graag. Wat is mij overkomen? Ik gok ook op waar. Ik denk dat het waar is. Nou, dat moet allemaal kunnen. Walter, jouw verhaal. Vorige week vertelde Jean Blouten dat, als hij hier in het panel zat, een niet-waar verhaal over dat ik ooit eens tegen zijn wagen ben gereden, ergens in Lier, toen ik hem had wijsgemaakt waar hij naar de kapper moest gaan. Dus dat was een niet-waar gebeurd verhaal. Nu, na de opname... Een niet-waar gebeurd verhaal. Een niet-waar gebeurd verhaal. Ja, niet-waar. Ja, het is zeer simpel uitgelegd. En na de opname waarin hij dat verhaal vertelde heeft, spreken wij af om een pintje te gaan drinken. En mijn wagen stond geparkeerd achter de camion van de BRT. En ik zeg, ik zal voorrijden, kom jij achterrijden. Dus blijf daar gewoon staan, ik kom er wel aangereden. Wat doet die man in plaats van daar blijven wachten waar we dan afgesproken? Vertrekt hij toch al om mij te komen opzoeken. En ik kom achter de camion van de BRT achteruit en hij is op mijn wagen gereden. Kleine lichte blikschade, maar dat is... In uw gat gereden? Nee. Dat was een andere. Ja. Peter, wat doen we daarmee? Waar of niet waar? Ze hebben mij op mijn werk gezegd dat Walter altijd de moeilijkste is in de verhalen. Ja, ik ben al 4 keren verhoord en die mannen waren daar niet goed van. Blijf maar kennen. Ja, dat is ook zo. Maar ga je nou zo lang in zijn ogen kijken? Maar belt naar uw collega's, ze hebben een verslag gemaakt. 3 maal groen. Wie denkt dat het Oula, waar is? We mogen doorrijden dan. Ik ga de enveloppen openen en we gaan even kijken. Wel, we gaan het lijstje dus afgaan. We gaan gewoon eens van, als 3 maal groen is, dan begin ik met Sjaak. Deze keer begin ik met Sjaak. We gaan het opbouwen. Sjaak, is jouw verhaal waar of niet waar? Waar, groen. Alsjeblieft. Dokter, vertel ons, was het een waar verhaal of niet? Met een tandje minder valt er te leven, natuurlijk. Voilà. 320.000, hè? Of 20.000 natuurlijk, want Walter is de moeilijkste, hè? Daar moet je dus mee opletten, dat hebben we natuurlijk gezegd. Heeft ze zo'n groen in dan? Walter, was jouw verhaal waar of niet waar? Zoals ik bij de Rijkswacht altijd doe, ik beweeg geen vinnen. En dan zeg ik van, pak me maar mee, wat was het nu waar? Helaas,
helaas, helaas, helaas, inderdaad, dat was niet waar, maar je gaat er toch niet om treuren, want in de Rijkswacht met die wedders, huh? 20.000 frank neem je mee. De drie wijze ster, die krijg je van ons. En een geweldig applaus, dames en heren, voor Peter. Zo. Ik dacht dat ik al van de boetes af was voor de komende 10 jaar, maar het is niet waar. Volgende week starten we met 400.000 frank en dan kijkt u met ons mee, dames en heren. Tot dan.